Nou, het zijn inmiddels zover dat vanmiddag er weer twee OK's open gaan voor eventuele spoedoperaties. En morgen draait het hele OK-programma weer als vanouds. De operaties voor vandaag waren geannuleerd omdat het dak van de technische ruimte van de operatiekamers begon te lekken. De dakbedekking op het dak stond helemaal te bollen, stond helemaal te wapperen. Je kent wel zo'n aanhangwagen waar dan zo'n los zeil op ligt. Nou, zo zag het er een beetje uit gisteravond. Uiteindelijk voor de techniek is dat natuurlijk niet goed, want dat is een luchtbehandelingsruimte voor steriele lucht. En daar wil je natuurlijk geen water in hebben. En als er heel veel water komt, dan is er ook nog kans dat het in de OK zelf terechtkomt. Ja, ook dat is een steriele ruimte, dat willen we ook niet hebben. Gelukkig is dat niet gebeurd en hebben we dat kunnen voorkomen. Om verdere lekkage te voorkomen zijn vanmorgen zandzakken op het dak gelegd. We hebben een niet-conventionele maatregel moeten nemen, maar die wel voor de korte termijn de beste werkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat het dak nu dicht is en dat het ook vlak is. En daarmee kunnen we de komende periode door en we wachten op een droge periode dat we het dak echt definitief kunnen repareren.